Ja, Weltspraken Podcast. Daar gaan we wein. En vandaag gaan we kijken hoe die Spraken meer zichtbaar maken. Ja, dat is misschien wel een groot punt je zou zouden denken. Hoe doe je dat nou verder? Hoor? Krijg je die Spraken nog? Zo zichtbaar dat het normaal wordt dat geen mens de meer omheen kan, dat onze sprake besteedt en dat de gerne groots op en dat gerne loud Nou, Ik wil even een kolomvuur vuur drinken en ik uh, schreeuw, of je went we een paar weken terug in Schotland. En uh, nou, ze vroeg me nog wel eens een te schreeuwen voor in de krater. Dus nou dat doe ik dan ook meer. En dat geeft uh, over de zichtbaarheid van het Keltisch in Schotland. Dus dat geet er. Nog niet zo lang leer op deze tijd zaten we ons nog te vergapen aan de Schotse Hoogland, niet aan de hooglanders, want die kom je nog echt genoeg nauwelijks tegen. Skepenwa, maar die hij albera, letterlijk en figuurlijk. De wollige deers hobbelden als witte over oude stikke donkere rotsen die halve stukken onder de dekken van groen mos en taal kneerhoor Gruis zorgen voor een turbelachtige afwisseling van dalen, vol broenperske heide. En donkergroene Mangs Mangs leutte zunnen een stel zwartkijn, nog nat van de regen, als zilveren knurpen in het roodbruin viltneiland kleedt skitten. Wat een prachtig land! Wat ook mooi was, aan de kant van de weg steun mangs verkeersbradjes. Op zich niet zo spannend, maar wanneer er een oorspronkelijk Scots-Celtische naam bij op steun. We maken een sport van hem de Lord of the Rings-achtige naams van andere wereldse stijls te ontzieven. Inverness, Kelloghels, en Camer Op zich is het vrij logisch dat er een Keltisch opsteed, nu is het Engels, maar zo kun je het ongeveer 60.000 leu hier nog eenmaal. Dus kan zijn groots op hun spraakelijke verscheidenheid. In Nederland kun je het ongeveer 1,7 miljoen leu neer de Saksis. kan een man of een scheld, maar toch. Logisch dus dat de plaatsnaams hier ook in het Neder-Saxisch oh C. onheer wagen. Dat moet niet willen. Maar wie mank mannen sprake hebben, maar stelde voor vuurde in de laatste Wat noemt als er Rijssen en dan ruimte Riesen op de brug steun Of net als op station in de Neder-Saxisch geschreven rissen Riesen met Y. De leuze onder kaart met dat dwelm komt. Want dat kou echt niet lezen en wie snapt ook niet dat het een lokale plaatsnaam is. Moeren me vindt de leuze normaal als het in Skotland gebeurt. Maar gek ook dat hier zon doen. Misschien moet je als statement ook met Keltische bruidjes toezetten. Foutje go Welkom in Riesen, dan is er een wat mooie en bijzonder. In Giethoorn, in Noord-Albrizel, steekt er nog onder het Hollands in Chinees bijvoorbeeld niet op het gras lopen. Voor de Aziatische toeristen, maar voor iedereen er duurlijke van. Laten we dan ook in de Saxenmarken broodjes in twee spraken hebben. Voor de duurlijkheid zodat de Schotten en de Aziaten hier kunnen rondtukken en zeggen, dat heb ze hier fijn terecht. Hier nemen ze hun cultuur en spraken tenminste echt serieus. Nou, dan weet een beetje, ja. In Schotland gaat de wel om vandaan dat de plaats naar in in twee spraken zit. In Friesland redt ze zich de goed om. redt ons in Nederland ook best omdat dat het in Friesland in twee spraken is. Daar heeft niks geen last van. Uh, waarom zal dat hier niet kunnen? Het is denk ik een heel belangrijk punt uh, om die spraken zichtbaar te maken. Uh, om de Lury te wond te laten zien van, Ja, wie neemt uw sprake serieus? En ook voor de jongere generatie. Om um, te laten zien. Dit is spraken de toe. Deze is mag wie op de broodjes. Deze is spraken hef de uh, uitstraling dat het te het Ja, het is gewoon deel van onze. Contra hier. Hier doet het allemaal net ook niet zoals in andere streken. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus. Uh, nou kan ik al een klein beetje verklappen. Dat ik, uh, dat ik contact heb met een uit uh, de gemeenteraad in Riesen. En hij zegt van. Lijkt me hartstikke mooi. Misschien kan ik er een motie van maken. Dus in, het kan zijn dat er in de gemeente riesen te meer uh, broodjes uh, in twee spraken komt. Maar dat is allemaal nog even afwachten. Uh, dat moet allemaal eerst goed worden. En uh, leumen, dat er natuurlijk het nut van Ezee. men het snappen. Leumen, uh, begrippen dat het helemaal niks slims is om daar met de koop te lopen. En misschien we het ook nog weer uh, toerisme op. Want hier met zien dat je hier iets bijzonders hebt. Dat het bekijken waard is. Dat het bezoeken waard is. He? Dat het hier uh, ja, net een. Uh, een traat anders is als bij de toeristen in Toes. Zeg maar. Iemand die vanuit van het Westen hierheen kan zich echt onderdompelen in een streken die uh, nou, met de eigen cultuur, met de eigen sprake. En ik denk dat dat groot kan helpen om die sprake uh, meer aanzien te geven. Letterlijk aanzien. Want je kunt het zien, zo gauw hij voor het uh, Riesen dan staat er reizen, Riesen. Onder elkaar, eigenlijk zo Riesen bouw namen staan. Want uh, dat was hier ooit de oorspronkelijke sprake. Het Nederlands is er pas later biercum. En je kunt u ook nog afvragen of dat wat moet voor Want oorspronkelijk de IJ uit reizen, die je nog als I uit spreekt, was vooral de I. Dus reizen. In Schotland gebeurt het. Uh, in Noord-Duitsland doet het. Dan, in Friesland doet het. Uh, wie hebt zonder probleem de Schotland rond We tukket. Wie jij de snelweg. Het steunt er in twee spraken op. Zelfs op de verkeersborden. Dus niet alleen op de plaatsnaambordjes, maar ook op de verkeersschilden, steunt daar in twee spraken een naam op. Nou, en dat Keltisch. Uh, ik kan u vertellen, daar maak ik niks van. Maar goed, daar traalt hij nog in het Engels onder. Dus je redt het prima prima. Dus ik kan me niet voorstellen dat leuk daar last van gaat hebben. Het enige wat daar dwars zit als ze de tering zal wijzen, zal eure enge schaamte wijzen. En die schaamte, dan moet je een beetje naar Albrecht. En hoe kan een nou naar Albrecht? Duurt gewoon zo normaal te maken dat, ja, dat het gewoon helemaal geen schaamwert is. Dus uh, ik zit helemaal vuur, lang de vuur gewoon met elkaar, nou die plaatsnaambrutjes te duur kringt. Uh, het is maar een heel klein ding. Het is wel heel zichtbaar. En het kan hoe, echt waar, ja, denk ik wel helpen. Um, uh, ...better oude sprongen te denken. Want iedere keer dat je daar langs je hangt... ...weer ook. Maar hoe vaak kom je daar langs in de wekken? Hoe vaak kom je daar. Nou goed, aan je riss een woord en waar ik natuurlijk niet. Ik kan je er nog vooral voor maar ik bedoel het ook voor andere uh, uh, plaatsjes hier. Ik heb een plaatje gemaakt van Markel. Maar als je hier, uh, ja, hier rondjuikt en uh, ik kom dan een naar plaatsen binnen, dan weet je, hier kan je ze plat. Hier kan je met plat te. En. Uh, ja, dan denk ik dat je, dat je daarmee ook groot kunt laten zien hoe groot die sprake is. Want het is een enorm gebied. zeg maar. Hij gaat kinken van de vele tot aan de Poolse Grijze. Dat dat standaard Sineke wat ik zo'n beetje in iedere podcast weer laten komen. Uh, ja, dan kun je al zien hoe groot dat, dat is. En hij van plaatsen naar plaatsen gaat. En iedere keer hè, die, uh, uh, die plaatsnaambretjes in plaats zit, dan geeft dat. Neem ik aan een gevoel van grootheid. Van, kijk toch eens, het is meer als alleen een dorpje. Het is het volgende dorp ook nog. En die staat weer erop. En nog verderop. Duizenden kilometers aan plat gebied. Nou, en ik denk dat dat wat kan helpen uh, in de psyche van de leu, om ze te helpen hè, in de gedachten van de leu, in de, uh, hoe ze oude zichzelf uh, in de wereld denkt. Dus Lou de Vugon, lou die plaats naar broodjes, laat, dat is een keer niet zo moeilijk houden doen. De we van vroeger ook vaker zeggen van ja, moet dat nou willen? Uh, hé, uh, laat maar normaal doen. Ja, maar wat is normaal? Kijk, dit is voor ons heel normaal. Ik zeg er niet in plaats van ik ga reizen in, ik ga reizen in. Dus, um, ja, ik denk dat het ten eerste dat je helpt om de sprongen zichtbaar te maken. Dus ten tweede. Dat je met, ja, laat zien dat het groter is dan alleen maar je ene dorpje. Drie, dat je daarmee de gedachten van de leu kunt beïnvloeden. Dat ze daarmee uh, groter, ouderen in gesprekken gaan denken. Dat ze het normaler gaan vinden. Um, en dat je meteen een, um, ja, een, meteen een gevoel schept van, ja, hier, hier doodt gewoon op onze ene manier. En dat geeft niks, dat mag gewoon. Dat hoort erbij. He, en door het uh, op een officieel plaatsnaam brut te zetten, laat hij zien dat die sprake ook officieel is. Dus dat het niet zomaar iets is wat he, een, paar, uh, een paar domme boeren of uh, he, een paar simpele leu uh, dagelijks kan het, maar dat het gewoon echt status heeft. Dus, en daarmee onderstreep je dat. En nog één ding, uh, wat wel lastig is, is dat je dan discussies krijgt van in wat voor een schrijfvisie moet dat dan doen. Dat men de dan uh, onderling goed vechten, denk ik dan. Gewoon Rick niet bij mij. Maar ik weet dat ze bijvoorbeeld in uh, Duitsland uh, een hele strijd hebben gehad bij het dorpje Ekenveur. En of dat nou met één oom met puntjes of met twee oom met puntjes, moest zijn. Dus dat is het kenmerkende Je krijgt dan ook nog weer, denk ik dan. Maar goed, dat men die dan zelf maar hoeven vechten. Vuur, de spraken in het algemeen, zult hartstikke mooi zijn als het goed mooi is. En dat je daarmee het van... Nou, het is er gewoon. En wie kan het dan normaal houden doen? Heb je daar zelf ideeën over? Denk je van... Uh, nou, ik denk het minder van. Of misschien... Vergeet uh, hij nog wat, Maarten? Of... Uh, kan je het hier eens een keer houden? Of heb je andere ideeën uh, voor je podcast? Nou, misschien, uh, misschien moet je uh, daar eens een keer over hem. Dus... hij zelf ideeën? Uh, door ons een berichtje op weltspronken.gmail.com, reageer op Facebook, like, en deelt, en heel kram nog meer waar je allemaal munt vertelt naar je YouTube doet. Uh, door ons een duimpje, abonneer, doe, schreeuw, doe in op ons kanaal. Uh, wie probeert alle wekken maar niets te vertellen. Leuk, ik zal zingen. Taffy mooie wes. Ik zit nog altijd een beetje verkeerd. De stemmen geeft weer op. Ik zeg goed hall.